Want in het Kremlin zit ook een dictator. En op 2000 kilometer vanaf hier wordt er een oorlog gevoerd. Jonge mannen uit Oekraïne, die vechten daar voor vrijheid en voor democratie. Er zijn kinderen uit Oekraïnse gezinnen die worden uit het gezin getrokken en bij Russische gezinnen geplaatst. En ik neem aan dat meneer Wilders dat ook verschrikkelijk vindt. Tegelijkertijd is de PVV niet bereid te betalen of materieel te leveren aan Oekraïne die een strijd vechten op leven en dood. Waarom wil de PVV dat niet doen? Meneer Wilders. Wil u, begin eens eerst hier in Nederland met de BTW-boodschap op nul te zetten. Begin eens eerst met hier in Nederland te zorgen dat 1 januari niet de accijnzen op benzine met 21% stijgen. Begin eens eerst met hier in Nederland te zorgen dat de gasrekening voor mensen, Nederlanders, mensen die ons gekozen hebben, niet met 11 cent omhoog gaan op 1 januari. Begin eens eerst, verdorie, met te zorgen dat de Nederlanders een bestaanszekerheid op orde hebben. 1 op de 5 Nederlandse gezinnen. 1 op de 5 Nederlandse gezinnen kan hun vaste lasten niet betalen. En ik krijg hier de interruptie waarom ik de Oekraïners niet wil helpen. Ik ben ingehuurd. Ik ben gekozen. Al mijn collega's zijn gekozen om voor de Nederlanders op te komen. En ik ga toch niet alleen maar nu miljarden geven aan de Oekraïne terwijl we een kruimel krijgen voor de Nederlanders. De heer Montebal. Ja, voorzitter, dit maakt een hele hoop helder wat mij betreft. Want dit is een vorm van een politiek van egoïsme. Eigen volk eerst. Er zijn daar jonge mannen, twintigers, die weer in loopgraven zitten. De afgelopen decennia hadden we nooit kunnen denken dat dat weer zou gebeuren. U heeft hele mooie woorden over vrijheid, over onze westerse manier van leven. Aan de Europese buitengrenzen is er zo'n oorlog en u bent niet bereid om materieel daarheen te sturen. Materieel wat wij hebben, wat wij daar nu heen kunnen sturen, om die mannen die in doodsnood voor onze vrijheid vechten, om daarvoor op te komen. En ja, er ligt nu een pakket, ook om iets aan de koopkracht van mensen te doen, van bestaanszekerheid. Maar waarom maakt u die gekke afruil tussen het bevolking hier helpen en mensen daar helpen? Ik denk dat heel veel Nederlanders heel erg bereid zijn om die mannen en die vrouwen die daar met alle energie vechten voor de vrijheid en democratie, om die daar te helpen. Heer Wilders. Gekke afruil, zei u dat nou? Gekke afruil. Mensen in Nederland helpen is dan een gekke afval. Voorzitter, op weg naar de zaal toe kwam ik een journalist tegen, volgens mij van de NOS. En die vroeg meneer Wilders, wat gaat hij doen voor onze kinderen? Onze kinderen hebben het moeilijk in Nederland. Onze kinderen hebben het lastig, want kunnen vaak niet meer naar de muziekles of naar de sportclub of naar de weet ik wat dan ook. Dat zijn onze kinderen. En natuurlijk vind ik dat de Oekraïne moet winnen van de Russen. En natuurlijk vind ik dat er maar 1 agressor hier is. En dat is de heer Poetin en helemaal niemand anders. Maar Nederland kan niet de hele wereld helpen. Laat andere landen die meer middelen hebben, die meer middelen hebben, defensieve middelen hebben, die meer militair materieel hebben, die minder problemen hebben financieel met hun eigen bevolking. Laat die helpen. Prima als de Amerikanen dat doen. Ik steun dat van harte. En als Nederland politiek de Oekraïne steunt, ook hartstikke goed. Maar we hebben weinig materieel, militair materieel in Nederland zelf. Onze defensie is al zo belabberd aan toe dat we de afgelopen jaren zelfs tanks hebben moeten leasen uit Duitsland. Zo slecht zijn we eraan toe dat we tanks hebben moeten leasen. De staatssecretaris van Defensie heeft in een interview eerder dit jaar, in het AD was het geloof ik, gezegd dat onze krijgsmacht er zo aan toe is dat als wij conventioneel ooit door een land zouden worden binnengevallen, dat we binnen een paar dagen moeten capituleren omdat we zelf onvoldoende materieel hebben. Dus defensief is het al onverstandig om het te doen. En financieel, voorzitter, wat ik al zei, ik dit is geen gekke uitruil. Ik ben er trots op dat ik hier als gekozen Nederlandse parlementariër kies om eerst onze eigen mensen te helpen met lagere huren, goedkopere boodschappen, een benzineprijs die ze kunnen ophoesten, dat als je oud bent, dat je fatsoenlijk pensioen krijgt en een plekje krijgt in het verpleeghuis. Daarvoor ben ik gekozen en niet voor de Oekraïne. Tot slot, de heer Bontebal. Ja, met het woord uitruil bedoelde ik dat je beide kunt doen. En wat ik de heer Wilders vooral nu zie doen, is vooral voor de eigen Nederlandse bevolking opkomen. Dat vind ik heel goed. Maar er is ook een oorlog 2000 kilometer verderop, waardoor gevochten wordt voor de Europese waarden van vrijheid, democratie, mensenrechten. Het zijn jonge mannen in loopgraven, kinderen die uit gezinnen worden geplaatst. En ik vind het eigenlijk schandelijk dat u niet bereid bent om zo'n oorlog op Europees grondgebied, om daar Nederlandse steun voor uit te spreken. Ja. Nou, voorzitter, ik heb een antwoord al gegeven. De heer Paternotte, D66.
Ja, voorzitter, het is echt, het blijft bijzonder om dat wereldbeeld van Wilders wat zich hier ontvouwt te horen. Hè. Klimaatverandering, ja, de aarde warmt op, maar laat andere landen dat probleem maar oplossen. Wij bouwen wel een dijk. Er is een oorlog aan de grens van Europa waar de vrijheid en democratie op het spel staat. Maar laat anderen daar maar iets voor doen. En dan zegt hij, want ik wil bijvoorbeeld eerst de benzineaccijns verlagen. Voorzitter, zelfs dat verhaal klopt niet. Want benzineaccijns heb je 1,2 miljard euro per jaar nodig om daar iets aan te doen. Wij leveren F-16's. Die staan in de boeken voor, wat is het, 32 miljoen euro. Die zijn bijna zo'n beetje afgeschreven. 32 miljoen euro, dat is dus minder dan 2 euro per Nederlander. Maar in het programma van de PVV staat zelfs dat we die niet mogen leveren. Die 2 euro per Nederlander, zelfs dat wil Wilders niet doen. Daar koop je geen BTW voor, geen benzineaccijns, daar doe je helemaal niks voor. Zelfs iets wat bijna gratis is, wil hij niet doen voor Oekraïne. Waarom niet? Nou, aanvullende reden is dat ik niet wil dat wij door het leveren van offensieve vliegtuigen in een oorlog worden gerommeld. Dat wil ik absoluut niet. Wat krijgt hij nou? Gaan we nu? Ik bedoel, het begon eerst met defensieve middelen. Het begon eerst met middelen dat de Oekraïners zich konden beschermen, verdedigen tegen de Russen. En nu is het met een F-16. Een F-16 is gewoon een offensief middel. Als een Nederlandse F-16 wordt ingezet, wordt Nederland, en dat gaat u doen, gewoon een oorlog ingerommeld. En dat moeten we gewoon niet doen. U kunt niet als D66 de hele wereld helpen. U kunt niet overal ons materieel en ons geld naartoe sturen. Wij zijn gekozen om in Nederland een stabiel land te houden. Dat betekent een land wat niet zelf in oorlog wordt gerommeld. En wat zijn geld besteedt, priori, aan zijn eigen mensen. En of dat nou een klein bedrag is of een groot bedrag is, dat is wat er moet gebeuren. Daarom zijn wij ook tegen ontwikkelingshulp. We vinden wel dat mensen in Afrika geholpen moeten worden, maar geef dat geld terug, die 6 miljard per jaar, aan de Nederlandse burger. Dan kan de Nederlandse burger zelf betalen, daar is hij volwassen genoeg voor bepalen of hij dat geld wil overmaken aan het Rode Kruis ergens of dat hij daar zijn boodschappen voor wil betalen. Dat moet de overheid niet doen, dat kunnen de mensen zelf doen. Daarvoor staan wij hier.